beste wensen, van harte welkom in de Haagse Kunstkring. Opgericht in 1891 door Théophile de Bock. Zijn buste is nog altijd te zien in de tuin, die gaat u straks zien. Kort woordje over de Haagse Kunstkring. De Haagse Kunstkring is een kunstenaarsvereniging. Er zijn verschillende afdelingen. Dus ik ben lid van de afdeling Letteren. Daar zitten de dichters, de acteurs, de theatermakers, de filmers. En dan hebben we de afdeling Beeldende Kunst, Architectuur, Muziek. De uitvoeringen zijn vaak hier. En de bedoeling is vanaf het begin dat alle disciplines samenwerken. Dat er een kruisbestuiving ontstaat. Dat onderscheidt ons bijvoorbeeld van schilderkundig genootschap Pulgi hier om de hoek. Op het voorhoud verschil moeten zijn. Deze tentoonstelling is nooit de bedoeling geweest. Ik heb zelf lang op het Binnenhof gewerkt als stenograaf. We hadden altijd blokjes bij ons en op de achterkant kon je in een schorsing een tekeningetje maken. Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan. De meeste zijn ook verdwenen van die tekeningetjes. Nooit gedacht dat er iets mee zou gebeuren. Maar u ziet het, van het een komt het ander. Dus vandaag hebben wij verschillende... Hans Kouwenhoven staat hier bij zijn foto's, is de Binnenhoffotograaf. Naast hem hangen de etsen van Wim Bettenhausen. In het hoekje hangen voorzittersportretten van Kobi Pronk, die tegelijk met mij ook als stenograaf met pensioen is gegaan. En mijn schetsjes hangen hier aan de muur. Genoeg over ons. Ik geef nu graag het woord aan Arjan Korteweg. Goedemiddag allemaal. Ik heb als parlementair verslaggever van de Volkskrant ook heel veel naar het Binnenhof gekeken. Ik heb er ook veel naar geluisterd en ook heel veel mee gesproken natuurlijk, want dat hoort bij het vak. En een van de ontmoetingen op het Binnenhof was met Eelco. Ik dacht, want als journalist zoek je altijd naar bronnen. Ik dacht, Eelco, dat is interessant. Want die stenograaf die hoort natuurlijk van alles uit de binnenkant van het Binnenhof. Ik denk vast en zeker dat Eelco dat allemaal gehoord heeft, maar hij heeft me nooit iets over verteld, helaas. Dus dit is de eerste keer eigenlijk dat ik een binnenkijkje krijg bij hem. Ik werk aan een boek over de Haagse politiek en de werktitel is Het Haagse Moeras. Dat zegt al iets en... En de centrale vraag van het boek is eigenlijk of de bevolking van het Binnenhof in staat zal zijn om zich aan de eigen haren uit dat moeras omhoog te trekken. En een van de hoofdstukken in dat boek moet gaan over de fysieke omgeving van het Binnenhof. Van wat is dat nou eigenlijk voor een gebouw en hoe werkt dat en wat voor invloed heeft dat gebouw? En wat voor invloed heeft het nieuwe gebouw? Want daar ga ik het nu straks ook over hebben. Nou ja, goed. En daar ga ik u nu alvast eigenlijk een voorproefje van geven. Sinds het hele circus van het Binnenhof voor lange tijd is verhuisd naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken, aan de Zuiderhoutse Weg, is mijn favoriete metafoor voor de Nederlandse politiek buiten gebruik. Die kluwen aan gebouwen, die we gemakshalve zijn gaan aanduiden als het Binnenhof, met alle kantoren, vergader- en wandelruimte die daarbij horen, is een ratje toe aan stijlen, ontstaan over een periode van 8 eeuwen. De tijdperken botsen vaak ruw op elkaar. Die grillige façade suggereerde een grote autonomie en bonte verscheidenheid. De werkelijkheid stond daar haaks op. Achter die façade was juist alles met elkaar verbonden. Via een weerwar van gangen en trappetjes liep je zo door van VVD naar SP, van Partij voor de Dieren naar Forum voor Democratie, van de oppositie naar het torentje, van de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer en naar de Raad van State. Tenminste, als je de routes kende. Wie in overdrachtelijke zin de weg wist, kon als Kamerlid zeer efficiënt optreden. Kende je die niet, dat was bij mij in het begin natuurlijk het geval, dan kon je eindeloos lang dwalen door de gangen. Wat ook zijn charme had, vanwege de kans op onverwachte ontmoetingen en nieuwe vondsten. Kamerleden die zelden in de schijnwerpers kwamen. Een gebouw waar de kortste verbinding tussen twee punten nooit de rechte lijn is en voor elke bestemming minstens 3 routes bestaan.
Alleen de sluipsteen van de geschiedenis kan een zo perfecte metafoor voor de Nederlandse politiek vormgeven. Wat een contrast met het nieuwe tijdelijke gebouw. De betonnen structuur waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken huisvestte. Pas sinds de Tweede Kamer er is ondergebracht, maakt het zijn bijnaam Apenrots echt waar. Een gebouw dat zich nooit zal loszingen van de tijd waarin het bedacht werd. En die tijd ook niet heel lang zal overleven. Het werkt een egalisering in de hand die aan het Binnenhof niet voorkwam. Domweg omdat daar geen twee ruimten bestonden die ook maar bij benadering hetzelfde waren. Maar zou het zo kunnen zijn dat die uniformiteit en dat gebrek aan hiërarchie nieuwe metaforen oplevert? In dat geval zou die hele verhuizing een perfecte weerspiegeling van de ontwikkelingen in de staat van de Haagse politiek zijn. Die samenklontering van Eerste Kamer, Tweede Kamer en Algemene Zaken was een zeldzaamheid in de westerse wereld. Niet lang geleden, toen ook de Hoge Raad, de Raad van State en andere ministeries er nog zaten, was de hele trias politica er vertegenwoordigd. Wetgevend, uitvoerend en rechtsprekend op een kluitje. Dat werkte vervlechting in de hand die zo typerend is voor de Nederlandse politiek. Dat werd in de hand gewerkt doordat de premier, zonder buiten te komen, elke politieke stroming kon bezoeken. Hij kon naar de Eerste Kamer en de Stadhouderskamer. Hij kon bij Wilders of Klaver gaan polsen, naar de Griffie, hoofdbeveiliging of het bureau wetgeving. 15 kilometer olifantenpaadjes verbonden de burelen en hielpen de in Den Haag gekoesterde schijn van transparantie in stand te houden. Omdat veel politieke bewegingen zich aan het zicht konden onttrekken. Het kostte moeite om dat gebouw te doorgronden. Zo herbergde het voormalige ministerie van Koloniën, waar doorgaans de linkse partijen huisden, een permanente luchtspiegeling. Je stapte de lift uit, maakte een rondje langs Kamerleden, stapte de lift weer in en belandde heel ergens anders dan waar je ooit vertrokken was. Eenzelfde soort ervaring wachtte je als je van het hotel, de vleugel van de PVV, richting voormalig ministerie van Justitie ging. Je kwam door een rommelig en afgetrapt geheel met voorlichting, Griffie en aanverwanten, duwde een deurtje open en ineens was daar de deftigheid van D66. Dik rood tapijt dempte de voetstappen. Er waren lambriseringen, plafondschilderingen en overal zag je het hoofd van Mierlo. Een andere hallucinante belevenis was de wandeling van SP naar VVD. De SP was ondergebracht in een weinig stijlvast complex met kleine kamertjes, genre verlopen twee sterren hotel. Hoekje om, schots en scheef gangetje door, trapje af, passage nemen, brede natuurstenen gang op en daar waren de klassieke vertrekken van de VVD. Met klokken uit grootvaders tijd en gravures aan de wanden. Rust, ritme en regelmaat, gegroepeerd rond een oude balzaal. Waar hebben ze het aan verdiend, ben je onwillekeurig geneigd te denken. Twee werelden in amper 20 passen. Geleidelijk raakt een mens gewend aan zo'n gebouw als aan een charmante bovenbuurvrouw met hoge hakken en een houten vloer. Het heeft zijn vrolijke kanten en dan neem je het ongemak voor lief. Er waren dagen dat ik opgewekt terugknikte naar die schuddende stenen hond in de binnentuin. Er waren ook dagen dat ik die krakende perstribune boven in de plenaire zaal van de Senaat, waar je met je knieën tegen je kin zat, een blamage vond voor een land met een bruto nationaal product van 800 miljard euro. Een gebouwencomplex van compromissen, behoudzucht en schraperigheid. Je zou haast vergeten dat er hier en daar fabuleus mooie elementen zijn. De ridderzaal, trevenzaal, de hele hoek bij de Senaat. Kort voor de verhuizing, toen ik voor een afspraak met een CDA-Kamerlid een tijdje op de begane grond in het voormalige ministerie van Justitie moest wachten, omdat diens gesprek met minister Carola Schouten uitliep, had ik alle tijd dat fabuleuze trappenhuis met wenteltrap te bewonderen. Een soort symfonie in steen en tegels die de fantasie van Escher zou prikkelen. Amper iemand die het kent en die dus weet hoe er in het verleden in ministeries werd geïnvesteerd. Echt groots wordt het alleen rond Ridderzaal en Eerste Kamer. Zelfs het plein heeft iets dorps. Aan de voeten van het beeld van Willem de Zwijger staan boekenstalletjes of worden elektrische auto's aangeprezen. Armeniërs protesteren tegen de oorlog met Azerbeidzjan. Iraniërs vragen aandacht voor martelingen. Een eenzame demonstrant wil dat wiet wordt gelegaliseerd.
Je waant je in Meppel, niet in het kloppende hart van de democratie. Een rumoerige horeca aan twee zijden waarop donderdag de oude vossen en jonge honden vieren dat ze zichzelf kunnen wijsmaken weer een week aan een betere wereld te hebben gewerkt. Op de achtergrond van dat alles, ogenschijnlijk bescheiden, maar toch nadrukkelijk aanwezig en daarmee precies aansluitend bij de positie van hun bewoners, staan de ambtenarentorens, waarin de ministeries gehuisvest zijn. Na het Mauritshuis, naar de Lange Vijverberg lopen om de hofvijver en de gevels van het Binnenhof te fotograferen, met de ministeries daar hoog bovenuit torenend. Het is een vast element op het repertoire van de toerist die Den Haag aandoet. De Haagse skyline suggereert een spanning tussen vernieuwing en behoudzucht die in werkelijkheid koste wat kost wordt vermeden. Zo zijn traditie en vernieuwing versmolten. De nu alweer 30 jaar oude nieuwbouw van architect Pieter Bruin is met staal en glas vastgeklonken aan rustieke baksteen uit vorige eeuwen. Het nieuwe met het oude verbinden. Het is in de Nederlandse architectuur een wetmatigheid. Denk aan het Concertgebouw in Amsterdam, aan Museum de Fundatie in Zwolle of dichter bij het Binnenhof aan de liftschacht van het Mauritshuis. Het is ook wat in de politiek decennia met succes is nagestreefd. Incorporeer het nieuwe in bestaande structuren. Laat het versmelten, zodat geleidelijk vergeten zal worden dat de elementen een verschillende oorsprong hebben. Geef het een plek die herkenbaar is, maar niet tot dominantie leidt. Dat is de toverformule van ons bestel, waarmee elke nieuwkomer wordt ingepalmd en onschadelijk gemaakt. Een toverformule die overigens sleeps begint te raken. Achter die gevels van het Binnenhof wacht het wonder van de open deuren. Kamerleden, voorlichters, fractieassistenten, je kijkt zo bij ze naar binnen. Zo was het in de oudbouw en zo is het na de verhuizing nog steeds. Zien ze je, dan zeggen ze vriendelijk gedag of informeren naar wie je op zoek bent. Al hun dossiers, kamerstukken en rapporten liggen op bureaus voor het grijpen. Wat in de kamers ligt, daar kijk je niet naar, vertelde me ooit een fractiemedewerkster van het CDA. Maar als iets op een kopieerapparaat wordt vergeten, dat is een ander verhaal. In het nieuwe kamergebouw hebben de kantoren doorgaans ramen aan de gangkant, waardoor de transparantie nog veel groter is. Veel kamerbewoners ging dat te ver. Die hebben hun ramen afgeplakt. Bij mijn weten is er geen parlement ter wereld dat een dergelijke mate van openheid hanteert. Die openheid is van grote invloed op de Haagse journalistiek. Parlementair journalisten lopen in en uit bij kamerleden en medewerkers. Ze kunnen hen opwachten in hun gangen. Die transparantie heeft een keerzijde. Er wordt een wederzijds vertrouwen mee gesuggereerd. Hou je aan de regels, dan krijg je wat je zoekt. De verslaggever die zich daarna gedraagt en dus niet in papieren gaat snuffelen, niet onverhoeds komt binnenvallen of met zijn telefoon foto's van paparazzen gaat maken, als een kamerbewoner even elders is, wordt medeplichtig aan het instand houden van dat systeem. Transparantie wordt dan een middel om de journalistiek te temmen. Sober en doelmatig, dat is het hemeltergende motto waaronder de verbouwing van het Binnenhof wordt uitgevoerd. Hadden onze voorouders voor hun bouwplannen datzelfde motto gehanteerd, dan waren de Ridderzaal en de Trevenzaal nooit verrezen. Was er nu überhaupt niets dat in aanmerking zou komen om te renoveren. In zijn boek Het Belang van het Binnenhof laat Diederik Smit, die hier over een paar weken zal staan, zien dat in de geschiedenis van het Binnenhof die zuinigheid een doorslaggevende rol speelde dan historisch besef. Begin 19e eeuw stond het hele complex op de nominatie gesloopt te worden, om plaats te maken voor een echt paleis, voor landsbestuur en parlement. Thorbecke dacht er ook zo over. Plannen die vooral sneefden omdat het egalitaire Nederland geen majestueus regeringscentrum wilde, zoals Frankrijk, Engeland, Denemarken of Rusland dat hadden. Liever woekeren met wat er is, ministeries ombouwen tot parlementsaccommodatie, eindeloos tergelen over veranderingen en het toeval zijn werk laten doen. We hebben nu het gevoel dat de premier al eeuwen in het torentje huist. In werkelijkheid was het puur opportunisme dat bepaalde dat Ruud Lubbers er in 1981 zijn intrek nam. Er zijn prachtige beelden van het bezoek
dat Emmanuel Macron aflegde aan de werkplek van Rutte. De Franse president kon zijn ongeloof en ontsteltenis niet verhullen toen hij het ronde kantoortje zag en begreep dat dit niet de antichambre was, maar de werkkamer van het hoofd van het Nederlandse landsbestuur. En kijk, voegde de minister-president toe, met een royaal gebaar op de hofvijver wijzend. Ik heb ook nog uitzicht op een meer. Dat bij de nieuwbouw van Pieter Bruin de krappe, hoekige oude balzaal met nepmarmer en pleisterwerk, die lang dienst had gedaan als plenaire zaal, werd vervangen door een ruim halfrond theater. Er zijn parlementariërs die dat decennia na dato nog onverteerbaar vinden. Zoals de hele nieuwbouw een weerzin is blijven oproepen, die pas verdween toen de Tweede Kamer verhuisde naar de gestapelde betonnen inktvis aan de Bezuidenhoutse weg. Vandaar ook dat de renovatie eindeloos is getraineerd, onder steeds weer andere voorwenselen. De renovatiearchitecten van zowel Eerste als Tweede Kamer moesten voortijdig vertrekken, want hun plannen werden vertekend weergegeven met nadruk op een lounge-ruimte, potpalmen en een tropische tuin. Er kwam ruzie in de verschillende commissies en toen er eindelijk schot in de zaak leek te komen, werden andere gebreken gevonden om de verhuizing te vertragen. De tijdelijke huisvesting zou niet corona-proof zijn, de liften waren te klein en de trappen waren te smal. Dit alles terwijl de complexen van het Binnenhof door de brandweer als onveilig waren bestempeld en dreigden te worden afgekeurd als werkruimte. Zodra de Kamer over zichzelf moet besluiten, denk ook aan de uitbreiding van ondersteuning of de wachtgeldregeling, ontstaat een politieke laboratoriumopstelling die garant staat voor gesteggel. De plenaire vergaderzaal van het Binnenhof is geen wonder van schoonheid. Bleekhout, grijze wanden, een vreemde asymmetrie waarbij het spreekgestoelte en de voorzitter niet in het midden van de zaal geplaatst waren en het parlement lager zat dan vak K, bestemd voor de regering. Dat zorgde ervoor dat volksvertegenwoordigers moesten opkijken naar bewindspersonen. Over metaforen gesproken. Een dergelijke positionering van de volksvertegenwoordigers zou in veel landen niet geaccepteerd worden. Het is een zaal om te polderen en het met de regering op een akkoordje te gooien. Staatsrechtelijk deugt die van geen kant, vond D66-leider van Mierlo al toen hij de zaal voor het eerst zag. Die Binnenhofzaal is in het nieuwe gebouw zo goed en zo kwaad als het gaat gekopieerd. Een tikje krapper. De stenografen zijn uit het hart van de zaal verdwenen tot hun en mijn verdriet. De positionering van voorzitter, spreekgestoelte, regering en Kamerleden is min of meer gehandhaafd. Zodat het indirecte en op overleg gerichte karakter van onze democratie opnieuw in een mise-en-scène kon worden verwerkt. En waren in de Pieter Bruinzaal de faciliteiten voor de pers, even klagen, al niet optimaal. Geen stopcontacten, een beperkt zicht op de arena. In de tijdelijke zaal wordt de journalistiek verder afgeknepen. Vanuit de weinige voor de media bestemde stoeltjes is een hoekje van de zaal te zien. Waardoor je eigenlijk de essentie van vergaderingen vaak mist. Een plek die niet gereproduceerd blijkt te kunnen worden, is de patatbalie. Het is de prozaïsche benaming die in de oude Tweede Kamer gegeven werd aan de open ruimte achter de plenaire zaal. Elke dinsdag tussen 14:45 en doorgaans even na 16:00 is dat de plek waar het allemaal gebeurt. Of zou moeten gebeuren. Dat verloopt volgens een ritme dat in de nieuwe behuizing zonder mankeer is overgenomen. Om 14:00 begint het mondeling vragenuur. Dan worden bewindspersonen naar de Kamer geroepen en dan hangen de relletjes in de lucht. Want waarom heeft de politie bijvoorbeeld kick-out Zwarte Piet, ze stonden hier net bij de Hofvijver te demonstreren. Ik dacht, al die politie op de been, dat zal toch niet voor deze opening zijn, maar dat bleek voor kick-out Zwarte Piet bedoeld. Waarom heeft de politie kick-out Zwarte Piet niet beschermd toen die naar Staphorst kwamen voor een demonstratie? En hoe, wil Sylvana Simons van minister Jezus weten, gaat de minister herhalingen voorkomen? Aan die vragen kun je aflezen hoezeer politiek en media vervlochten zijn.
Vrijwel elke vraag heeft berichtgeving van kranten, radio of tv als aanleiding. Zelden komen Kamervragen voort uit kwesties die in de samenleving aan de orde worden gesteld. Uit wetenschappelijk onderzoek of rapporten van een van de raden die landsbestuur en politiek omringen. 3:00 beginnen de stemmingen, wordt ieder Kamerlid geacht lijfelijk aanwezig te zijn. Dat gegeven maakt het dinsdagmiddag tot het parlementaire spitsuur. Allemaal komen ze langs. Sommigen met trage pas en spiedende ogen, duidelijk met de bedoeling beschikbaar te zijn. Anderen eerder schichtig in de hoop zo min mogelijk lastiggevallen te worden. Op dat moment van verhoogde intensiteit komen ze allemaal af. De parlementair journalisten, de cameo's, de tenentrappers, de ritselaars die gasten voor tv-shows komen binnenfluisteren. Tim Hofman, ik zal het toch maar namen noemen, Dries Roelvink, vaste bewoner van het Binnenhof, Sven Kokkelman, Peter K., Jair Verweda, Elodie Verwij en al het andere volk dat altijd, vaak of een dood enkele keer iets met politiek doet. Iets ernstigs over zoekgeraakte rekeningen, verhoging van de rekenrente, afgebrande megastallen of iets onbenulligs over vakantie, seksleven of literaire voorkeuren. Alles kan, alles mag, geen politicus lijkt ergens nee tegen te durven zeggen. Dat patatbali baganaal is een evenement met choreografische kwaliteiten. Iedereen vindt er zijn natuurlijke plek. Als metalen balletjes in een magnetisch krachtenveld. De audiovisuele in de frontlinie met politieke hoofdrolspelers voor korte quotes. De schrijvende pers in de tweede ring om achtergrondinformatie op te halen. De incidentele bezoekers die er als ongeleide projectielen tussendoor laveren. De zuilgenoten die door elkaar worden aangetrokken. Voor de verslaggever van het Reformatorisch Dagblad bestaat er niemand anders dan Kees van der Staaij. Voor de mannen van Geen Stijl is Martin Bosma onweerstaanbaar. Ook in het nieuwe Kamergebouw is een ruimte die patatbali wordt genoemd. Die naam en de ligging achter de plenaire zaal is de enige overeenkomst met de ruimte die er vroeger mee werd aangeduid. Het is geen open plek in het vergaderbos. Geen arena die van alle kanten te zien is, waar alle wegen samenkomen en via een roltrap steeds weer nieuw kanonnenvoer wordt aangedragen. Je moet je er wel bewust vervoegen, als Kamerlid of als mediamens. Dat zit nu eenmaal in je takenpakket. Echt van harte gaat dat niet meer. In het tijdelijke onderkomen is een loper uit. Het gonzen en zoomen is verdwenen. Verhalen over de zwaar overschatte schaakkwaliteiten van Thierry Baudet of de onbekende kanten van Pieter Heerma, je zult ze elders moeten halen. Maar waar dan? Dat is de vraag die na de verhuizing is blijven hangen. Als het oude Kamergebouw een dwaalpaleis is, dan doet het nieuwe eerder denken aan een darmstelsel. Fracties zijn ondergebracht aan lange gangen van verschillende lengte, met desoriënterende bochten die de plaatsbepaling bemoeilijken. Hier en daar zijn zitjes ingericht die de ongemakkelijkheid alleen maar vergroten, want er zit nooit iemand. En alles lijkt op elkaar. Overal dezelfde maatvoering, dezelfde afwezigheid van kleur, dezelfde glazen wanden. Alleen het uitzicht kan wat houvast bieden. In de indeling is zoveel onhandigheid ingebouwd dat je aan kwade opzet gaat denken. Zo moeten CDA'ers altijd eerst de verblijven van de boer-burgerbeweging passeren, die aan het begin van hun vleugel zijn ondergebracht. Bij één is naast groep Van Haga gehuisvest, wat al tot een grensconflict over genderneutrale toiletten leidde. Lilian Marijnis heeft als fractieleider van de SP een behoorlijk grote werkkamer, maar ziet niemand binnenkomen omdat de deur door een zuil aan het zicht wordt onttrokken. Dat is allemaal nog tot daaraan toe. Het werkelijke probleem van het nieuwe gebouw is dat het partijen ertoe uitnodigt zich op zichzelf terug te trekken. Ieder heeft zijn eigen deel van een vleugel. Vrijwel niemand hoeft een andere fractie te passeren om bij de eigen burelen te komen. Er zijn geen keuzemogelijkheden meer. Naar elke bestemming leidt één route. Toevallige ontmoetingen zijn daardoor zo goed als uitgesloten, terwijl die de brandstof van de politiek vormen en tot de wezenskenmerken van het Binnenhof behoren. Hooguit bij de liften en in het kamerrestaurant kun je een onverwachte ander tegen het lijf lopen. Zo weerspiegelt ook dit tentakelvormige gebouw de huidige stand van zaken. Het dwaalpaleis waarin alles met iedereen verbonden was,
oud en nieuw vrijelijk op elkaar konden botsen en duizend paadjes konden worden bewandeld, is vervangen door een stelsel van betonnen vleugels die contacten buiten de eigen bubbel tot een minimum beperken. Het gebouw is daarmee een in beton gevatte aanmoediging te volharden in het eigen gelijk. Het oude Binnenhof als dwaalpaleis is een perfecte metafoor voor het poldermodel, waarin veel onzichtbaar geregeld wordt en waar ook, als de voordeur is dichtgesmeten, er altijd een achterdeurtje of desnoods een wc-raampje op een kier zal blijven staan. Dat heeft nadelen, omdat het schijntransparantie bevordert en gerommel in achterkamertjes. Het darmstelsel, dat ervoor in de plaats kwam, lijkt op zijn beurt gekozen om de veranderende politieke verhoudingen te weerspiegelen. De verharding is terug te vinden in materialen. Hout, smeedijzer, natuursteen en lambriseringen zijn vervangen door beton en nog meer onwrikbaar beton. De polarisatie heeft de perfecte vorm gekregen in de eindeloze gangen van B67. In 7 lagen boven elkaar gestapeld. De ruimte voor plenaire debatten is gekrompen, de kans op spontane ontmoetingen geslonken. Daar hoort bij dat het dualisme wordt benadrukt, doordat de regering in het bijzonder algemene zaken op afstand is gezet. De minister-president houdt voorlopig kantoor in het Catshuis, kan niet langer als een nood aan de man is binnen een minuut zijn getrouwen in de Kamer in het gareel proberen te krijgen. Het is al met al een zo perfecte metafoor voor de verandering in het politieke landschap dat het haast clichématig is. Ietsje minder nadrukkelijk, dan hadden we het ook wel begrepen. Wie toch nog een onverwachte ander wil treffen, zal zijn gezondheid op het spel moeten zetten. Naast de personeelsingang aan de Bezuidenhoutseweg is een informeel rokersparadijsje ontstaan. Daar treffen ze elkaar. Van der Plas van BBB en Boulakjar van D66. De mannen van Denk en Jasper van Dijk van de SP en altijd wel een paar beveiligers of bodes. Dicht tegen de muur sta je er meestal droog. Dank u wel. Nou, veel mooier kan nu worden.